Een hele goede morgen. Morgen. Oh. Nou, een goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zoals jullie net heel even snel gezien hebben, niet in het bos, wel in de fitness. Waarom? Veel te warm. Heel kort, het is gewoon veel te warm om al naar het bos te gaan. Dan verkiezen we maar om lekker in de fitness te gaan. Daar is het een klein beetje geconditioneerd. Niet te geconditioneerd, want anders is het te koud en overal te voor staat is niet goed. Dat zeggen ze altijd. Behalve te goed. Bon. Dan heb je iets anders. Dus. Maar goed, lekker gefitness, eventjes lekker de spiritjes laten werken. Alleen, ik ga jullie zometeen eventjes rondbreken, want ik ga even naar de winkel, want ik moet nog even een kwarkje halen. Zeker. Want er moet weer een beetje bijgetankt worden. Dan eet ik altijd een kwark. Of vaak eet ik dan een kwarkje met een... Met Kruisli. Dat. Eens even kijken waar ik hem ga binnenzetten. Zo. Dat is nou net geen schaduw. Dat is nou jammer. Goed, ik ga eventjes naar de winkel. Ik zie jullie zo meteen weer terug. En daar was ik weer. Kijk, kwarkje. Heel erg lekker. Nou, Lidl, dankjewel. Bah. Zo, op naar huis. Even lekker douchen. Hop. Ah. En dan gaan we vandaag nog eventjes een tripje maken. Niet op de motor, maar wel naar Krimpen aan de Lek. Het volgende is namelijk het geval. Een zoon van een goede vrienden van ons die heeft iets gekocht van Gio. Gio is ook een YouTuber. En die is zijn huis aan het verbouwen en die heeft wat spulletjes te koop gezet. En ja, daar konden zeg maar, fans konden daar iets mee doen. En nou ja, goed, hij heeft iets gekocht en dat gaan we ophalen vandaag. Zodat ik kunnen zeggen van, ja, kunnen ze auto's dan niet rijden? Ja, dat had gekunnen, maar niet dat die mensen vandaag ook nog een planning hadden. Dat hadden ze al voordat hij dit had. Dus had hij mij gevraagd. En dan erbij, op zich, ja, weet je, ik vind het ook wel leuk. Ik vind het ook wel leuk om, mogelijk, als het goed is, zou die er kunnen zijn. Zou die er zijn. Dus ja, wie weet. Misschien wel met G op de foto. Who knows? Who knows? Mijn dochter gaat ook mee. Ik kom met z'n drieën gezellig even een Krimpen aan de Lek. Ik ga even wat ophalen. Eventjes. Maar goed, dat gaat dus straks gebeuren. Ik weet nog niet of ik er iets mee ga doen. Of dat ik daar wel of niet ga filmen. Ik zie wel wat ik ermee doe. Maar ik vind het wel ik vind het wel leuk zoiets. Dus, maar het is wel reet warm. fucking warm, wou ik zeggen. Maar reet warm. En dus op zich natuurlijk wel lekker, daar hebben we altijd om gevraagd dat het zo warm was. Wel de kou en nat en. Allemaal en nou is het warm en dan loopt allemaal omdat het weer te warm is. Kijk, snap je dat? Kijk, om te werken is het natuurlijk wel te warm. Dat mag natuurlijk wel zo zijn. Maar gewoon zo lekker om te chillen of om dingen te doen, vind ik niet per se warm. Ja, als je weer naar zo'n pretpark gaat of zo. Waar
mensen komen, maar je staat te wachten in de rij. Dan ben je niet helemaal, dan ben je niet meer lekker. Of nu naar het strand gaan, stranden overvol, ga je in de file staan. Hoe dan? Goed, dat heb je eigenlijk met veel dingen natuurlijk, waar mensen dan in één keer naartoe gaan. Dan wordt het een stukje lastiger. Zo, nou, dan gaan we eventjes de voiture parkeren. Zo, even in de backwards achteruit. Yep. Ging niet meer lekker. Even opnieuw. Even opnieuw. Hoppakee. Dat ziet er beter uit. Oh. Foutje. Nog niet meer lekker. Oh ja, nog iets. Vanaf aanstaande dinsdag gaan we weer beginnen, Juliana, met het voetballen. Ik ben benieuwd, komend seizoen. We zullen afwachten wat het gaat worden. Ik hou je ervan op de hoogte. Een aantal jongens die natuurlijk kijken, die snappen dat wel. En de rest, ja, die horen het wel. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer, tot de volgende zondag gaan we weer kijken. Als de temperatuur daalt, ga ik misschien wel weer een bos hardlopen, anders maar weer in de fitness. Maar ik ben in ieder geval bezig. Op de zondagmorgen. Oh nee. Oeh, ben vergeten. We krijgen natuurlijk dat we gaan beginnen. Dus heb je zondagmorgen niet zoveel tijd. Goed, zullen we zien. Hey, even duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. En dan zie je volgende keer weer terug. Op de zondag. Morgen praat. En misschien dat ik dan toch nog iets ga doen met vandaag filmen. Maar goed, dat zie je wel. Ik zeg in ieder geval tot de volgende keer. Tot volgende week. En dan zeg ik met Wellebek en een kwartier. Afscheid. Tjoe.